staan hier vandaag op de tweede editie van Gameforce in Antwerpen. Een zeer populaire gamingbeurs onder jongeren. Maar wat komen ze hier nu juist doen? We staan hier op de stand van Nintendo en we vragen ons af, wat voor publiek trekt de stand van Nintendo vooral aan? Nintendo trekt eigenlijk een heel breed publiek. Je vindt hier jong en oud op de stand. Dat merk je bij games zoals bijvoorbeeld Super Mario Maker. Waarom denkt u dat Nintendo nog altijd zo populair is gebleven bij alle leeftijden, zowel bij de jongeren als bij de volwassenen? Ik denk dat dat gewoon is omdat dat games zijn die aantrekkelijk blijven, welke leeftijd dat je ook hebt. Een Mario game, het figuurtje alleen al, spreekt zowel jong als oud aan. En, dat is een beetje nostalgie dan. Nostalgie en het wordt ook doorgegeven inderdaad van ouders naar kinderen en blijven gewoon heel aantrekkelijke personages. Wat doen jullie hier juist op Gameforce? Wij zijn hier voor, namens Sector One en wij zijn hier voor SteelSeries en Game Gear. En wij zorgen eigenlijk een beetje voor de entertainment voor de mensen. Ik voor Heroes of Storm. Ja, ik voor Hearthstone. Dus jullie tonen die games hier aan het grote publiek? Wij tonen de games en we laten ook de mensen ervan proeven. Maar ze kunnen ook tegen ons spelen als ze willen. Als mensen met al meer ervaring kunnen ze bijvoorbeeld tegen trechter spelen. Ja, dus bijvoorbeeld ze kunnen tegen mij spelen of tegen de andere Hearthstone spelers of tegen elkaar. Zijn er veel jongere fans die u heeft of meer volwassenen die naar uw cartoons en comics komen kijken? Dat varieert heel sterk eigenlijk. Ik geloof zeker ook het boek wat ik al heb liggen, dat gaat echt van 4 tot 80. En ik heb wel een, zeg maar, de beurzen die ik bezoek, is vaak bij anime en manga beurzen van zeg 14 tot 35 en bij comicbeurs is het bijvoorbeeld heel ouder, dan gaat het ook naar de 40 en 50 en dan zitten de jongsten daar wat minder tussen. We staan hier vandaag naast Dus David van Dus David Games, een van de meest bekende Nederlandstalige YouTubers. En David, wat is ongeveer de leeftijd van het publiek dat jij bereikt op YouTube? Zullen we dat even aan hun vragen? Ja. Kijk, moment, ik zal het even vragen. Ik denk zo'n 12 tot 18, ja, als ik dat zo hoor. Oké. Ongeveer.